Welkom bij de tweede aflevering van de Lief en Leed Show. Is lief zijn voor je buren vanzelfsprekend? Ja hoor, zeggen de meeste mensen. Even de hond uitlaten tijdens de vakantie of de gordijnen dicht doen of de vis eten geven. Maar als je buurman of je buurvrouw nou bijvoorbeeld heel ziek is, is het dan heel gewoon om met een paar andere buren die buurman of die buurvrouw te verzorgen? Nou, sommige mensen zullen zeggen daar zijn professionals voor. En anderen zeggen, nee hoor, het zijn onze buren door dik en dun. Aanpakken die hap en schouders eronder. En dat is waar we het in de Lief en Leed Show over gaan hebben. Dat o zo belangrijke delen van lief en leed. Mijn eerste gast is een Rotterdammer, een bijzondere Rotterdammer. Hij is begeleider in een woongroep en als hobby heeft hij een beetje varen met zijn sloep. Het is Sander Smit, dames en heren. Sander, welkom. In de mens. Maakt niet uit. Deze. Sander, wat kan ik je aanbieden? Doe maar een watertje. Een watertje. Sander, je bent een Feyenoorder, hè? Tenminste, je komt uit de wijk Vreewijk. Een bewoner van Feyenoord. Een bewoner van Feyenoord. Jullie hebben met de wijk, mensen uit de wijk, een 55-plus flat geadopteerd. Nou, de flat niet. De recreatieruimte van de flat hebben wij geadopteerd, zeg maar. Omdat die al een lange tijd leeg stond. En als buurtvereniging maakten we daar vroeger gebruik van die ruimte. Nou, wij vonden het gewoon, en voor onszelf en voor de buurt, gewoon zonde dat het niet gebruikt werd. Ja. En toen hebben jullie gezegd, daar gaan we hem gebruiken. Maar je kan natuurlijk feesten, partijen geven en bandjes en repetitie voor de lokale theatergroep. Maar je ging iets doen voor de mensen in de wijk. Ja, we zijn nu aan het onderzoeken. Bijvoorbeeld ook een stagiaire van het Albeda College is nu bij ons aan het onderzoeken wat er leeft bij de mensen, wat ze willen, wat ze niet willen. Dat is ook heel belangrijk. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik vind het prima zo. Je hoeft me niet in die recreatieruimte te trekken. Dus daar gaan we allemaal rekening mee houden de komende tijd. Ja, precies. Anders krijg je een soort sociale terreur. Zo van, jij moet ook. Ja. En jij moet naar Macrameeën. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil niet! Nee. En je organiseert dus dingen daar. Maar jij zegt voor gekscherend Macrameeën. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat de mensen wel eens iets anders willen dan Macrameeën. Schaaktoernooi. Of ga je bijvoorbeeld ook naar mensen toe? Nou, in eerste instantie organiseren we niks zelf. We reageren op wat voor vraag er vanuit de mensen komt. Dus er komt een klaverjasclub die zegt, we hebben hier vroeger geklaverjast, maar het is dicht. Ik zeg, nou kom maar terug als jullie daar zin in hebben. Met als voorwaarde dat ze weer actief werven in de buurt naar nieuwe leden. Dat niet op een gegeven moment er één lid uit het flat is en de rest uit Schiebroek en Barendrecht komt. Ja, je krijgt dus eigenlijk een soort dat het steeds groter wordt. Dat mensen allemaal zelf gaan werven en actiever worden. Het genereert vanzelf weer nieuwe activiteiten. En die komen met iemand uit de klaverjasclub zeggen, kunnen we geen kookclubje op gaan richten? Nou, lekker snuiven met z'n allen. Hebben... Ja. Ja. Om deze wijk gaat het dus, dames en heren. Om de Berkendaal, Frankendaal, Ypendal, Langewelle in Vreewijk. Is dit een soort enclave? Nou, nee, zo zou je het kunnen noemen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. Je zei wel net even bij een bakje koffie dat er een soort animositeit is tussen de huurders en de kopers. Dat was ook wel zo. In de eerste instantie zijn deze vier straatjes waren de eerste koopwoningen in Vreewijk. Krijg je altijd gedoe, hè? En dan krijg je altijd Dan ben je vaak goedkoper uit dan de huurders. Natuurlijk. De buurtvereniging organiseert van allerlei activiteiten voor jong en oud. Nou, je zou eigenlijk zeggen tussen oud en schijndood, maar het zijn ook hele lieve mensen. Nee, maar geintje. Maar wat zijn nou de populairste activiteiten eigenlijk, Sander? De simpelste dingen zijn eigenlijk het populairste. Ja, hè? Een bakje koffie of wat lekkers te eten, zoals op deze foto met een high tea 's middags, vol. Eigenlijk gaat het er gewoon om menselijk contact. Het gaat alleen maar om contact. Dat is het, mensen. Niet voor die stomme televisie zitten. Ja, en de bewoners van de Dalen die zorgen 2 keer per week voor de koffieinloop. De bewoners hebben oog voor elkaar in goede en in slechte tijden. En men helpt elkaar bijvoorbeeld door boodschappen doen. Het is nou niet zo gezellig, een rol toiletpapier en een pak melk, maar het is een begin. Ik kan me voorstellen dat je steeds verder wilt. Nou, ik merk dat er heel veel mensen wel wat willen doen in de wijk. Ook gewoon voor anderen, maar dat ze gevraagd willen worden. We doen nog wel eens een flyertje rond van wie wilde komen helpen bij dit of dat. Hoor je niks, spreek je ze aan en zeg ja, maar dat wil ik heel graag doen. Ik ga het even vragen aan een wijkgenoot van je. Want hier zit Rob Gerritsen. Rob Gerritsen, mag ik jou met de microfoon even geven? Wat Sander vertelt, hè? Kun je dat onderschrijven? Of trekt hij de mensen naar de recreatieruimte en nu zitten? Ik moet even kijken. Ja, ik kan het wel onderschrijven, ja. Want jij werkt met Sander samen? Ja, we zijn voornamelijk op de dinsdag zijn wij in ieder geval de hele dag wel samen.
dan met de inloop. Waarom doet Sander het? Nou, laat ik het zo zeggen. Wij wonen al sinds het begin van de koopwoningen zitten we daar. En ik ken hem eigenlijk niet anders. Dankjewel. En jij, Margrethe, jij woont ook bij Sander in de buurt? Ja. Ook een buurvrouw, hè? Ja. Wat zijn jouw ervaringen met wat, hoe reageren de mensen? Nou ja, over het algemeen vinden ze het altijd allemaal wel heel erg, vinden ze het allemaal wel heel erg leuk. Met het Lieve Leedpotje ben ik inderdaad wel in de straat, heb ik wat dingetjes gekocht om mensen blij te maken. En dat is wel heel erg goed ontvangen. En dan hoor je ook wel dingen die je eigenlijk helemaal niet eens weet van mensen of zo. En een pincode of... Nou, dat wel weer niet. Maar het is wel heel... Ja, het wordt wel heel goed ontvangen. Dat is wel heel erg leuk. Aan de piano zit Oliver Alexander. Oliver, welkom in de Lieve Leed Show. Ja, dankjewel. Je bent singer-songwriter, je schrijft je eigen nummers en je brengt een eigen cd uit. Dat klopt, in januari komt hij uit, dus ja, bijna. Maar je bent niet altijd voor je beroep singer-songwriter geweest. Nee, dat klopt. Vorig jaar heb ik mijn baan als marketingmanager opgezegd om echt mijn droom na te jagen. En dat is singer-songwriter zijn, dus hier voor jullie te spelen. Jij dacht, ik wil eindelijk even knaken verdienen. Dat zou een hele slechte career move zijn, ja. Dat betekent passie. Welk nummer ga je voor ons spelen? Het nummer heet Free. En het gaat over, nou, je raadt het al, vrijheid. Take it away. Oliver Alexander, dames en heren. Dankjewel. I never thought that life could be so good that I could make it out, want to. Giving's nice, but receiving is the best. I take as much as I need to. Whoa, whoa, because I'm afraid to try and to hold you in the night, 'cause I'm free to try and unfold you, and it's alright, and it's alright. I'm not deaf, just refusing what I'm told. And part-time rebel is my game. Escaping from an open prison cell, and I will always stay the same. Whoa, whoa, because I'm afraid to try to hold you in the night, because I'm free to try and unfold you, and it's alright, and it's alright, and it's alright. It's alright. Ja, hey, dames en heren, ik heb wat tweets binnengekregen. We leven natuurlijk tenslotte in de 21ste eeuw. En een programma zonder tweets is als een fietser zonder auto. Stoere Bink, Stoere Rotterdam. Was een gezellig buurtje. Wat een gezellig buurtje in Vreewijk. Kan ik daar niet komen wonen dan? Kom. Kopen of huren? Ja, allebei. Ik zou lekker kopen, betaal je minder. En Miepe de Piep zegt, nou, mooi hoor. Wat zou de politiek hiervan denken? De politiek. Nou, alsof ze het geraden heeft. Dat is een mooi bruggetje naar onze volgende gast. Robin. Van Roon. Oh nee, de Roon, hè. Ha. Welkom. Dankjewel. Robin de Roon. Van Roon zeg ik, Robin de Roon natuurlijk. Sorry hoor. Ja, wat vind jij nou van die verhalen? Van die verhalen dat mensen die het al druk zat hebben met hun vrouw, kinderen, hobby's en werk,
ja, zoveel voor elkaar betekenen. Nou ja, kijk, als je het inderdaad ziet van ik moet het doen naast mijn werk en naast al mijn andere activiteiten, dan hou je het volgens mij maar heel kort vol. En dus volgens mij zit de kracht erin, is dat je het leuk vindt. En volgens mij heb ik mijn buurman dat ook horen zeggen. Dat het uitgangspunt is van ik vind het gewoon leuk. En ja, je krijgt er gewoon een veel leukere buurt van. En je krijgt beter contact met je buren. Ja. Dus je profiteert er, om het toch maar ook even zo te zeggen, uiteindelijk zelf ook van. Dus het is niet en, zal ik maar zeggen. Het is gewoon onderdeel van je leven, denk ik, voor heel veel mensen. Doe je zelf ook zoiets voor je buren? Of heb je wij hebben zelf ook, ik zal niet zeggen dat de leukste straat van Rotterdam, maar wel een hele leuke straat waarin ook actief opgezomerd wordt. En met name rond de kerst, het was al even aan de orde. Dan komt even iedereen langs, naast de boom zal ik maar zeggen, wordt er een borreltje gedronken. En dan wordt gewoon even dat contact weer aangehaald. En dan ken je je buren ook weer en durf je ze ook makkelijker weer aan te spreken, durf je wat te vragen. Maar bovenal is het gewoon hartstikke leuk om te doen. Jij bent D66. Waarvoor zit jij in de raad? Wat is je gebied waar je in opereert? De portefeuille, die, zoals het dan heet, zal ik maar zeggen, in mijn geval is zorg. En daar gaat natuurlijk heel veel veranderen de komende jaren met de zorg naar gemeente. Dus het is een hele interessante, maar ook een hele lastige portefeuille. En zonder inderdaad in beleidsjargon te vervallen, is dit natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe het ook in de toekomst gaat, hoop ik, gaat werken. Ja, dat was vroeger toch ook zo? Ja, dat was vroeger ook zo. Maar goed, er is natuurlijk heel veel veranderd. De kinderen wonen niet meer dichtbij. Vrouwen zijn gaan werken door de tijd heen. Dus ja, we kunnen de tijd van nu ook niet vergelijken met toen. Maar het is zeker waar dat het naar elkaar omzien, ook naar je buren, dat heel belangrijk is en ook nog wel belangrijker gaat worden. Ja, nou, dat vind ik een mooi om mee af te sluiten. Heel erg bedankt dat jullie de gast wilden zijn in de Lief en Leed Show. En de volgende week zijn we er gewoon weer met aflevering 3. Kijkt u mee? Tot de volgende week. Bedankt!